Patrick Pothuizen. Hij stond bekend als een echte sfeermaker in spelersgroepen. Dat is hij nu nog steeds, maar in een andere rol. Niet meer als voetballer, maar tegenwoordig als teammanager. Een ware metamorfose. Het is wel verrassend, maar voor mij was het altijd wel een uitdaging om dit te doen. En nu is het zover, dus mijn eerste trainingskamp als teammanager. Wat doet een teammanager op zijn trainingskamp? Ja, weet je, er zit wel voorbereiding aan. In september al hier geweest met Ruud om faciliteiten te bekijken. Maar op dit complex ben ik al eerder geweest met de NEC, dus dat wist ik wel. Alleen de hotels die je moest bezoeken dan. Dus dat zag er allemaal goed uit. Dus de keuze was dus hier opgevallen en op het hotel in Marbella, Mela en Marbella Banus. Dus het ziet er goed uit. Jij bent natuurlijk een speler die ook altijd van gezelligheid hield. Maar ook als het erop aankomt, dan werd er gewoon gewerkt. Dat moet je nu natuurlijk bij dit soort spelers ook aangeven. Nou, maar ik moet zeggen, dat is niet meer te vergelijken met vroeger. Hè? Met de dingen die wij deden. En nu is de groep niet zo in de types met de Gier, de Massenkoning, Latuero, etcetera. Ga zo maar door. Die heb je nou niet. Deze jongens hebben vrij veel discipline. Gistermiddag hebben ze een dagje vrij gehad. Dan mochten ze even Porto Banus in. Dus in die vrijheid moet je ze ook wel geven. Dus dat gaat prima. Maar ik. De excessen van toen, die zijn er niet meer. Absoluut niet. Die hebben we absoluut niet. Dus, en dat is ook niet de bedoeling, hè, voor die jongens. We hebben een doel. Dus zo snel mogelijk weer terug gaan naar de Eredivisie. En dan moet alles verwijken.